20 februari, jongstleden, ging de jaarlijkse Arctic Challenge van start. Een wedstrijd over 3 etappes met eindeloos lange Scandinavische ijspistes. Er wordt gereden in standaard productiewagens. Om kans te maken op de overwinning komt het aan op teamwork, navigatie, rijvaardigheid en snelheid. Dit jaar ging de Arctic Challenge van start in Lichtenvoorde. De hoop inschrijving leverde dit jaar 21 deelnemende teams op. Ik heb er zin in. Ja, ik wel. Ik weet niet of het goed komt zo. There's a cold voice on the air. Ik weet niet eens waar ik ben. Winterswijk, wat is nou Winterswijk en Lichtenvoorde? Hemelsbreed 10 kilometer, dat doen we vandaag over 5600 kilometer. Klein omweggetje. Klein omweggetje, zei hij vandaag. Elk team mag zijn eigen individuele route bepalen. De kortste route hoeft niet altijd de snelste te zijn. En de teams hebben er dan ook al flink wat rekenwerk op zitten voordat ze überhaupt de eerste kilometer afleggen. Haastige spoed is ook hier niet goed. Want nergens mag harder worden gereden dan de plaatselijk geldende snelheidslimiet. Snelheid en route van de teams worden nauwlettend in de gaten gehouden door de organisatie met behulp van een GPS-tracking systeem. De eerste etappe wordt verreden over 2800 kilometer. Non-stop van Lichtenvoorde naar Kuusamo. Een klein plaatsje in Noord-Finland. Niet echt een plek voor teenslippers en korte broeken. Zijn we een beetje op tijd? Zijn er al een paar jaar? De eerste? Nee. Zijn we de eerste? Vorig jaar hadden we 7,5 uur straftijd. Dat we de regels niet helemaal snapten. En nu houden we ons helemaal 120, 120, 80, 80 tot ergernis aan toe. Maar dat moet gewoon. En dan win je het. Het ene team gokt op een snelle verplaatsing over de weg. Andere teams proberen juist tijd te winnen met alternatieve routes per ferry. Het is keuzes maken, rekenen en vooral niet in slaap vallen. Een beetje olie bijvullen. Na een lange nachtelijke rit en eenmaal boven Stockholm worden de omstandigheden er bepaald niet beter op. Ongelukken zitten hier in een klein hoekje. Zonder kudde Russische roulette herten langs de weg. Ja, ik heb hem hiervoor geraakt. Het was wel een aardige klap, maar ja, je moet je stuur vasthouden en gewoon doorgaan, hè. De Arctic Challenge is een spannende wedstrijd die je als deelnemer natuurlijk wilt winnen. De nadruk ligt echter op de ervaring en sportiviteit. Gaat die? Nou, één kleine schade. Kleine schade gehad, heel erg ijzel gehad vanmorgen om 6 uur. En ik zeg, het is glad. Kijk uit, hij rijdt heel voorzichtig 70 kilometer en voordat we door hadden zaten we het hele vangrail. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice. Het snelste team legt de 2800 kilometer lange etappe in 28 uur af. De hekkensluiter arriveert 11 uur later bij Hotel Tropicki. Daar is het ongetwijfeld warmer dan de min 25 buiten. De tweede etappe gaat naar Mo i Rana, een kleine 500 kilometer boven Trondheim in Noorwegen. Maar voordat deze extreme rit over gladde ijspistes van start gaat, is er een rustdag. De deelnemers kunnen alvast wat wennen aan de eigenschappen van de witte vlakte. Als dat morgen maar beter gaat. En je hebt koude starts en koude starts. Meer weten over de Arctic Challenge? Kijk dan op onze site. Welkom bij deel 2 van de Serengeti Arctic Challenge. 3 etappes, 21 teams en vooral lange, gladde ijspistes. Na een 2800 kilometer lange rit van Lichtenvoorde naar Kuusamo maken de deelnemers zich op voor de tweede etappe. De eerste hindernis, de koude start. En verder op het menu, ijs, ijs en nog eens ijs. You never take advice. We gaan van Kuusamo naar het Noorse plaatsje Mo i Rana. Je weet wel, zo'n 500 kilometer boven Trondheim. Zomerbanden kennen ze hier niet. Het wegdek vraagt eigenlijk om spijkerbanden. Maar om tijd te besparen houden alle deelnemers het bij de standaard winterband. En ook die slippen wel eens door. Hier moesten wij een slechte keuze maken tussen gemangeld worden door een vrachtwagen bij de Finse grens of kiezen voor een Passat.
We hebben uiteindelijk wel maar gekozen om de Passat als buffer te gebruiken. Daardoor was de schade ook aanzienlijk, maar dan zijn we nog wel onderweg. En anders was de hele zijkant eraf geweest. We rijden nog, maar wel met 3 kwartier vertraging. En zonder richting aan wijzen. Maar uiteraard niet de organisatie de tijd even stiltje. En zo, met de zon eenmaal uit zicht, is het best relaxed rijden achter zo'n sneeuwschuiver. Alle deelnemers halen vandaag de finish, waar ze warm worden onthaald door hun snellere broeders. Na de avontuurlijke rit over 1000 kilometer heeft iedereen natuurlijk zo zijn eigen verhaal. Vanochtend bij de start een wagen met een bevroren motor. Dus we hebben netjes met z'n allen op elkaar gewacht. Okay. En toen dat ding ontdooid was, zijn wij gaan rijden. Het laatste stukje er viel tegen. Dan konden we niet harder dan 6, want het leek net een bobsleebaan waar je erheen moest. Dat zat even tegen. Over de rest konden we over die ijsplaten konden we gewoon 100 rijden op de snelweg. Dat ging goed. Bevroren meren, grote bossen, bergen, mooie ondergang, mooie wegen. Ja, heel mooi zonsondergang. Heel mooie fantastische zonsondergang. Echt een schitterende zonsondergang. Dat was helemaal geweldig. We maken ons op voor de derde en finale etappe. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal goed geslapen hebben. Wij gaan starten om 11:30. Dus over een uur. De reden daarvan is dat het verschrikkelijk glad is. Veel haakse bochten, het is bergafwaarts. En de auto die nu vooruit gaat, die heeft er dus al meerdere bochten uit zien vliegen. Team Adventure is gisteren nog eens een sneeuwscooteren en zijn daarbij verdwaald. Nee. Zijn dus ergens uit de bossen weer opgepikt na een aantal uren. Bleken 100 kilometer rondgetoerd te hebben en het thuisvonden niet kunnen vinden. Het hotel. Dus die zijn ergens uit de bossen weggehaald. Dus gelukkig zijn ze weer boven water. Dan wens ik jullie heel veel plezier. Doe het vooral voorzichtig aan, want het is dus echt plat. De laatste etappe gaat van Mo i Rana naar Winterswijk, een rit van 2400 kilometer. Maar hoe komen we hier weg? Juist over die onvermijdelijke ijspistes. Alle teams strijden om de overwinning, maar de Arctic Challenge is en blijft vooral een onvergetelijke ervaring voor alle deelnemers. En wat wil je met zo'n omgeving? Honderden kilometers verder, met een nachtelijke rit achter de rug, dobberen de teams met de ferry naar Duitsland. En dus is het laatste stuk pedal to the metal. De finish voor Hotel Frerikshof in Winterswijk. Het zijn twee gelukkige ondernemers van het ABP-team die deze editie van de Arctic Challenge op hun naam schrijven. De hoofdprijs, een grote beker en geheel in de sfeer van deze ijzige wedstrijd, de eer.